Hallo, hoe is het? Nou, zoals ik had uh, gezegd, zou ik uh, video's opnemen of in ieder geval content uh, produceren voor uh, de groep. Um, en uh, het eerste is belangrijk dat wij terugkomen naar waarom zijn we hier. Nou, dat is door de coronavirus inderdaad. Um, nou, nu ben ik thuis. Ik hoop uh, later, vannacht, uh, iets anders te gaan doen. Sporten en uh, mooie video's voor jullie opnemen. Maar uh, voor nu bleef ik lekker thuis. En, uh, en ten tweede, uh, dat is dat uh, ik heb uh, op een uh, livecentrum geopend op uh, 29 februari. En uh, met, een, met een bepaalde doel, en dat was om mensen te helpen op het gebied van vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. En jullie hebben wel interesse om uh, nu al was uh, wat dingetjes mee te krijgen. Dus uh, ik dacht, oké, okay, over die vier onderwerpen, waar zou ik het beste mee kunnen beginnen? En het lijkt me eigenlijk logisch dat ik begon met persoonlijke ontwikkeling. Waarom? Um, omdat het is de basis is van alles, van alle drie. Uh, als je via fietser wordt, maar in je hoofd uh, ben je constant aan het denken dat je geen zin hebt, dat de sport moeilijk is en dat het niet voor jou weggelegd is, dan gaat het niet lukken. Um, als je wil afvallen, als je wil je uh, bezighouden met voeding, maar dat je denkt van ja, maar voor de anderen lukt het altijd en voor mij niet, dan gaat het niet lukken. En hetzelfde met een onderneming of als je iets wil ondernemen, dan moet je zelfvertrouwen in jezelf hebben om, uh, om de stappen te maken om te vallen en dan weer op te staan. Want het is echt uh, nou, niet waar dat mensen, die, uh, uh, dat mensen niet vallen. Meestal moet je vallen en dan sta je beter en sterker op. En vooral met meer ideeën. Dus dat is de reden waarom ik koos vandaag voor persoonlijke ontwikkeling. En uh, mijn eerste thema: uh, nee, dus dat is het thema. En uh, de, het eerste waar ik over wil hebben: dat is um, dat je er mag zijn. Je mag voor jezelf bepalen wat goed voor jou is. En let op, dat is wel iets anders dan zeggen van dat je mag bepalen wat de andere mensen gaan doen. Dat is dan niet meer uh, persoonlijke ontwikkeling voor jezelf, maar persoonlijke ontwikkeling voor de anderen. Dus daar hebben we echt nu over jouzelf. Um, waarom zeg ik dat? Omdat. Um, om te beginnen, hoe heb ik het Lifecentrum kunnen openen? Want als ik zeg, ik wil een livecentrum openen, ja, dat is, dat is wat ik zeg met mijn mond. Maar daarna moet ik iets doen om het te kunnen bereiken. En op het moment dat ik begin stappen te willen maken, dan komt er, uh, komt er zeg maar, de omgeving. Of komen er uh, problemen, of komen er uh, net uh, dingen die je wilde rechts doen en dan uiteindelijk gaan ze links. En dan denk je, ja, is, uh, ben ik mee tevreden? Dus er komt er heel veel bij kijken, maar als eerste, er komt er bij kijken van wat is het dat je wilt. Want, um, ja, ik geef een voorbeeld, op het moment dat ik begon met mijn life centrum, uh, had ik heel veel mensen die me zeiden van, ja, maar uh, samen, dat kan toch niet? En, uh, en uh, ja, body en mind passen niet samen. Uh, waarom niet? Nou, uh, meestal ging het ook niet verder. Dat was gewoon een uh, standpunt van uh, nee, uh, of je zorgt voor uh, de body, of je zorgt voor de mind, maar je kan niet beter. En daar ben ik eigenlijk niet eens niet mee eens. Omdat ik heb het zelf ervaren dat, en ik heb het ook gezien om me heen. Dat de mensen die zich niet prettig voelen in hun wereld. dat ze dus eigenlijk niet komen waar ze willen zijn. Dus ik kan jou wel willen helpen. Maar als je thuis komt en ben je helemaal down, dan ga je toch niets doen. Toch? Dus dat, 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 dat vond ik een beetje raar uiteindelijk, maar op dat moment had ik de keuze of ik dacht: van, nou ja, al die mensen die denken, die zeggen hetzelfde, zou dat kunnen zijn dat het eigenlijk niet samen past? Of zou dat kunnen zijn dat ik eigenlijk iets, op, op iets zit waar ze zelf nog niet klaar voor zijn? Nou, ik weet nu wel met de coronavirus dat steeds meer mensen zijn klaar om, om, om het livecentrum, zeg maar, zeg maar, de armen te openen voor het livecentrum. Meer mensen, omdat het uiteindelijk, het gaat er echt om van, je bent iemand en uh, we gaan ervoor samen, samen gereed. Dat woord heb ik nu heel vaak gehoord de laatste tijden. Um, dat we gaan ervoor samen dat je bereikt wat je wilt. En dat is, uh, en, maar het probleem is natuurlijk dat datgene wat je wil, dan moet je daar ook zelf in geloven. Want, ik, want normaal, hè, ik zei, als je de stap wil maken, maar je maakt het niet, kan ik jou niet helpen. Ik kan jou wel duwen, maar goed, hey, ja, de kans is dat je valt. Hè? Want uh, als je het niet wil doen, dan gaat het niet lukken. Dus het is dus belangrijk hè, dat je eerst leert voor jezelf te kiezen. Want er zijn heel veel mensen om je heen die uh, eigenlijk verwachtingen van jou hebben nu, op dit moment. Uh, dat kan uh, dat het, uh, als je mantelzorger bent bijvoorbeeld, of als je moeder bent, of als je uh, partner bent, als je werkt. Dus veel mensen hebben verwachtingen. De vraag is, wat is jouw verwachting? En daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat de andere mensen niet meer belangrijk zijn. Totaal niet. Ze zijn nog steeds belangrijk. Maar heb je wel eens een vliegtuig genomen? Ja, waarschijnlijk wel. En wat zeggen ze op het moment dat ze bezig zijn om ons te zeggen dat we moeten die masker op ons gezicht doen? Dat als we vallen, we moeten eerst de masker op ons neus doen en daarna pas aan ons kind. Nou, ik kan me niet herinneren een keer dat mijn dochter, we zaten dus naast, naast elkaar... En ze keek me aan en ze zei van, nah, dat kan toch niet mama, je gaat dat toch niet doen, je gaat toch iets voor mij zorgen? En toen moest ik dus haar uitleggen van, ja schat, ik zou dat kunnen doen als je dat liever hebt. Alleen het probleem is dat op het moment dat ik begin jou te helpen, als ik nog niet aan toe kom en ik heb zelf geen lucht, dan kan ik je uiteindelijk niet helpen. Maar voornamelijk heb ik jou lucht gegeven en dan vallen we, nou dan ben ik dood. En dan is er niemand meer die jou kan helpen, want dan waarschijnlijk heb ik de tijd niet gehad om het te doen voor mezelf. En toen keek ze me aan en ze dacht: Oh ja, oh, ja nee, dat is inderdaad beter dat je het doet, want anders ben je dan niet meer. En ik zei: Ja, precies, daar gaat het om. Als we andere mensen willen helpen, dan moeten we onszelf als eerst helpen, niet alleen in het maar in het algemeen. Dus je moet gaan zoeken daarbinnen van. Wat is het dat ik wil? Wie ben ik? En um, en op het moment dat je gaat uh, beseffen van wie ben ik en uh, ik ga ervoor, nou en beloofde dat ik het kan doen, je zult mensen verliezen. Puur omdat deze mensen die zijn gewend uh, aan het feit dat je uiteindelijk altijd in de uh, redderrol uh, staat. En op het moment dat je dat niet meer doet, omdat je bent dan bezig om toch maar voor jezelf te kiezen, dan zijn ze er niet gewend en dan vinden ze het niet leuk. Dus ik ga een voorstel met jou doen. Uh, je gaat een papiertje en een pen pakken. Nee, ik hoef niet te wachten, toch? Hè? Je hoeft alleen maar op pauze te drukken tegen de tijd dat je het hebt. En, uh, nou, en op dit papiertje dan ga je uiteindelijk schrijven, vandaar uh, ik... Uh, en dan schrijf je je naam, dus uh, Kitty. Uh, weet dat ik wil. En uh, vandaar ik, je naam, weet dat ik wil. En daar heb je eigenlijk ruimte om te zeggen: wat wil je? En dan is het, is het misschien een beetje raar om te denken: huh, hoezo? Maar er zijn zoveel dingen die je zou willen. Waarschijnlijk wel. Alleen moet je daar alleen maar een beetje aandacht aan besteden. En over nadenken. Nou, als je dat hebt gedaan, daarna ga je uh, schrijven. De belangrijke mensen om me heen zijn. En dan zet je een lijst onderaan. En als belangrijke mensen bedoel ik dus. Iedereen die iets betekent in jouw leven. Dus dat kan natuurlijk je kind zijn, dat kan natuurlijk je familie zijn, uh, dat kan ook je, uh, je baas zijn, je manager. Uh, mensen die, een, die, die om jou heen zijn, je beste vriend of een vriendin of uh, een kennis of de broer van of de zus van. Weet je, uh, maakt niet uit. Dus je gaat proberen een lijst zo compleet mogelijk te maken voor jezelf om te denken, oh ja, dat zijn al die mensen die een invloed op mij hebben of kunnen hebben of niet hebben. Uh, al die mensen die iets, belang die iets betekenen nu. Als je dat gedaan hebt, dan gaan we spelen aan het spelletje van plusjes, minnetjes. En wat is dat? Dat is dat naast elke naam van ieder persoon die je hebt geschreven, dan ga je een plusje zetten als je weet dat die persoon heeft jou al één keer gezegd om ja, nee, dat zou ik doen, of nee, ik zou dat niet doen, of uh, Ma maakt niet uit. En, uh, en je gaat een minnetje zetten achter de naam van de mensen die nooit hebben geprobeerd om invloed op, uh, op, invloed op jou te, uit te oefenen. Ja? Dus de mensen die wel eens iets gezegd hebben of die jouw advies hebben gegeven of wat dan ook, dan zet je een plusje. En voor de anderen dan zet je een minnetje. Ik verwacht dat de minnetjes veel minder zijn eigenlijk. Want wij hebben allemaal een mening en wij spreken het raar uit. Dus waarschijnlijk heb je heel veel mensen die dat gedaan hebben. Maar wat je nu ook gaat doen is dan kijken van wie zijn de belangrijkste mensen. Dan ga je een lijstje van maximaal 10 mensen hebben. En in die 10 mensen, dan ga je kijken, zijn er een aantal die een minuutjes of een plusjes hebben. Dus als je een lijst had van vijftal mensen, dan moet je dan even weer downsize naar 10. Dus je zoekt de belangrijkste, de redenen die veel meer invloed hebben op jou. En in die tien ga je kijken, is er iemand die een minuutje heeft, is er een andere persoon die een minuutje heeft. Dan ga je ze vergelijken, ga je denken van, uh, um, heeft deze meer invloed op mij of minder. En de ene die, die minder heeft, dan ga je weer een, een minuutje erbij zetten. En daarna ga je kijken naar die andere, en de ene die plusjes hebben, en dan ga je proberen ze ook een beetje... Te rangschikken, bij wijze van spreken. Dus welke de meeste invloed heeft op jou en welke de minst. In al die mensen die een plus hebben. Nou, en in, ja, en, in, en in die leest, dat is het belangrijkste. Dat zijn eigenlijk mensen die je heel erg omgeeft. Dat heb je ook gezegd. Daarom zijn ze in de team. Maar dat zijn mensen die uiteindelijk een bepaald invloed kunnen hebben op je keuzes. Luister je naar ze wanneer ze iets zeggen of luister je eerst naar je hart? Dus je gaat kijken van wie heeft de minst minnetjes en wie heeft de meest plusjes. Die twee mensen die zijn belangrijk voor jou nu op dit moment. En ik ga je zeggen waarom. De persoon die de me meeste minnetjes heeft is de persoon die jou waker laat zijn wie je bent. De persoon daarentegen die de meeste plusjes heeft, dat betekent niet dat het geen goed persoon is. Luister, die mensen die zijn altijd goed, die bedoelen het altijd goed. Maar dat is de persoon die probeert zo uh, vaak uh, zijn eigen mening op jou te... Hmm, hoe zeg je dat? Ja, die probeert vaak om ervoor zo te zorgen dat je denkt net als hij of zij. En dan ga jij kijken van oké, okay, en ben ik in staat om vaker nee te zeggen tegen deze, en ben ik in staat om vaker in de, ja, om die ander, dus degene die de meeste minnetjes heeft, om bij hem vaker te helpen. Waarschijnlijk kan je wel voor zorgen op, op deze manier dat je ontdekt uh, dat er sommige mensen, hoewel je heel erg om hen geeft, dat ze niet altijd um, positieve vibes bij jou brengen. Maar dat is niet er. dat is meer nu dat je, moet, dat je als je dat ontdekt, dan, dan, ben je, dan ben je eigenlijk bewust van. En bewust worden, dat is, het eerste, uh, dat is de eerste stap naar persoonlijke ontwikkeling. Je wordt bewust van wat er gebeurt, en daarna maak je keuzes. Je kiest om te zeggen vaker nee, je kiest om het altijd ja te zeggen. En met persoonlijke ontwikkeling gaat het om vaker nee zeggen, zodat je zo dichtbij mogelijk blijft bij jezelf. Nou, dat was het. Dat was mijn, uh, mijn video over persoonlijke ontwikkeling, mijn eerste. Uh, de volgende video verwacht ik dat het gaat over fitheid. wat ik ga waarschijnlijk, uh, uh, wat ik ben gaan sporten voor, voor een week. En dus ik ga ze aan elkaar doen en dan proberen jullie een leuke uh, video te laten zien van sport en bewegen. Ja? Oké, okay, nou, uh, Veen, uh, veel plezier nog uh, met uh, het thuis zitten en uh, ik spreek je nog. Doei-doei!